Nou, zoals jullie hebben kunnen zien in het filmpje, er is één grote teringzooi in huis. Dat ga ik doen. Kijken of ik het kan opruimen. Gaan we mijn best doen. Maar we gaan eerst eens even lekker eten. Hé, vogel. Ik zal jullie snel voorstellen aan mijn beesten en mijn vriendin. En mezelf überhaupt voorstellen. Ik heb mezelf nog niet eens voorgesteld. Ik denk dat ik dat gewoon allemaal in één keer ga doen. Mezelf voorstellen, Ellen voorstellen, mijn hond en mijn vogel. Nou, ik ga even een broodje... Broodje knakworst. Nou ja, knakworst, frankfurters. Frankfurters? Wat is nou weer frankfurters? Frankfurters is dit. Ja, verpakking is er al vanaf. Frankfurters zijn ook knakworstjes. Met een net iets andere smaak. En we gaan dit maken op de luie manier, omdat, zoals je kan zien, hebben we gisteren gekookt. En nog niet afgewassen natuurlijk. Ik ga zo meteen en ga ik het even opruimen allemaal en zal er even wat beter uitzien. Maar we gaan het maken op de airsoft manier. De survival manier eigenlijk. Zonder pan. Op het gasfornuis. Lipje een beetje open. Klein beetje het vocht eruit, anders loopt het over. Nou, dan hoop ik dat het gaat op dit gasfornuis. Ik weet niet of het goed gaat. Maar normaal gesproken gaat het goed zo. Dat is Ruk. Het is allemaal Ruk. Ik zal jullie laten zien hoe het werkt. Men pakt een campinggastelletje gewoon erbij. Hop. Gas erin. Oei, yo. Pakken we deze. Zullen we hem nog vast kunnen pakken? Juist. Now we talking. En dit schiet tenminste een beetje op zo. En daar is mijn broodje. Baba. Nou, de worsten zijn ook klaar. Precies. De kook erin, dus ze zijn eigenlijk te klaar. Ja, ik moest wachten op mijn broodje natuurlijk. Nou, gaan we die even lekker eten, hè? Als ontbijt. Ja, ik zie alleen niet wat ik aan het filmen ben. Nee, maar als je zo zou doen, hè? Dan kan ik het wel zien. Dan gaat de hele wereld open. Nou zie ik je twee keer. Nou zie ik je klein en groot. Wow. Hey, liefje. Ja? Hou je van me? Ja. Ga ik vervelend doen nu met altijd jou filmen? Ja. Dat denk ik ook. Inderdaad, dat is kut. Nou, zoals ik al aangaf, het huis is één grote bende. En jullie hebben het nog niet gezien, al hebben vlog 1 hebben jullie een deel gezien. Ik ga nu laten zien wat een rotzooi is en hoe het huis eruit zal zien. Dan krijg ik zo meteen naar Be After van hoe het is. Nou, dit is de wc. Dit is onze bouw-wc momenteel. Rotzooi. Nou, het halletje. Oh, het halletje. De keuken, provisorisch. Aanrecht, verrijdbaar keukentje, tot ons oventje, magnetron, alle troep. Nou, het is echt zo'n rotzooi. Onze enige luxe in huis, een beamer. Ik leg straks wel uit hoe het huis gaat worden. Het is nu alleen dat je kan zien dat het een teringbende is. Hier ook, cv-hok, wasmachinehok, wc, klaar om te tegelen. Alles zit erin, in de slaapkamer. Dit wordt momenteel ons eerste kantoor. Hier zal ik gaan vloggen ook. Ook weer een bende. Mijn badkamer. Daar zijn we lekker mee bezig. Dat is het project voor nu. Dus ik hoop hem eigenlijk deze week af te krijgen. Eigenlijk het weekend. Maar dat gaat niet lukken. Vanwege het feestweek gegeven. Ja, dat gaat gewoon niet lukken. We hebben nog een zolder. Tenminste, we hebben nog geen zolder. Ik heb vast de trap erin laten zetten. Waar er is een hele andere trap. Voor de rest is er nog niks op zolder. Ik heb alle troep erop gegooid en dat is het. In de toekomst komt er een dakkapel bovenop. Hier wonen wij. In deze chaos. Ons bed, ons bureau, mijn computers. En ik ben helemaal niet zo high-tech, hè. Niet meer. Vroeger was ik lekker uit video bewerken. Ja, tegenwoordig ben ik... Ja, ik snap helemaal niks. Ik snap niks van je iMac ook. Dus ik heb maar zo'n A4'tje gedownload met alle toetscombinaties. Het werkt een stuk handiger. Tenminste een beetje weet wat ik moet doen. Nou, deze bende. Begint erop te lijken, toch? Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in evenwicht. Laat me mijn eigen gang. Wat een heerlijk weertje. Zoals het beest ligt altijd te zonnen. Hé, Jan. Lekker zo, nee. Ja, het begint er al een beetje op te lijken. Alhoewel.
alleen deze kant nog. Ja, is toch ook belangrijk, of niet? We hebben visite. Ga maar naar buiten. Yo. Stefanie Happy. Helemaal bezig. Helemaal bezig met de blog. En waar ik 100 meter nu niet. Ja. Happy.nl. Goed kan. Nu nog een beetje raar. Ja. En wat heb ik vandaag allemaal gedaan? Je kan ook nog leuke dingetjes in doen. Ja, zoals die eerste heb ik allemaal geluiden en muziekjes erin. Dat kan je ook opzoeken, hè? Gewoon grappig, bijvoorbeeld dat lachen precies. Van jou en Mike. Kan je bijvoorbeeld een heel grappig lachje ertussen door. Ja, zit er ook bij. Maar het moet ook niet te irritant worden. Het moet niet te veel. Nee, het moet niet overdreven nee, worden. Nee, zo'n ADHD. Alles kan. Ja. Dat is wel anders. Maar jij houdt toch van meisjesfilms? Soms wel. Soms vind ik vrouwenfilms ook. Ja, Stefan dus helemaal niet. Yo! Nou, waar gaan we weer met geld smijten? Omdat hij en ik allebei zo dom zijn geweest om de laatste 2 jaar niet zo heel goed met onze tanden om te gaan. Terwijl ik goede tanden heb, maar hè? Dus ik ben al 2 keer geweest om het te laten repareren. Gelukkig heb ik een goede tandarts. En nou gaan we voor de 3e keer. Nou, hopelijk is het de laatste keer ook meteen. Nou, zonnetje. Dus ja, we gaan het eens even zien. Oh, fuck. Ik moet nou toch mee naar binnen. Hier. Ga jij even naar binnen? Ik ga even naar binnen. Ik moet deze hebben. Die is voor mama. Dit is een kortingskaart voor de trein en zo. Maar wanneer ga ik met de trein? Nooit. Ik haal tussen de motor. Zo. Dus ik ga even deze mama. Beetje stappig, jongens. Maar stoffig naar de tandarts. En het is een klein beetje warm hier. Dus. Bam, jong. Gaan we racen, jong! Oké, niet racen. Met je lullen tegen het ding. Ja, inderdaad. Ah, apart hè, om dat de hele tijd te moeten doen. Ja, dat is het ook. Een beetje wennen gewoon. Nu doe ik het zo. Een beetje oefenen. Ja, tegen het ding willen. Hij gaat voor zijn nieuwe woon. Negen uur, dan kijk ik even mijn broer aan. Perfect. Hoe is het gaan, Richard? Ja, ik denk goed. Ah, geen pijn meer? Nee, helemaal geen pijn meer. Nou, rechtsboven hebben we met de hand heb ik hem schoongemaakt. Panasonic Lumix of? Ja, de Lumix. Is goed, verschrikkelijk goed. Kom maar verder, ik ga eens kijken op de foto's. Begin met jou vandaag, de broer wel iets van houdt. Ik moet nou even wachten, de tong is al zo. Ja, hij gaat een oude voor hem weghalen. En die heb ik ook al naar de klote geholpen. Godverdomme, het is nu 4:30, had ik wat binnen. Nou ja, eigenlijk 3 uur of zo. Ja, zoiets. Godverdomme, het is zo'n bek. Maar hij heeft het wel weer netjes opgeknapt. Dat doet hij goed, die tandarts. Ja, hè? We hebben wel een goede tandarts, gelukkig. Ik ben blij dat ze daarop blijven. Ja. Want ja. Het is dan even iets verder rijden, maar het zit dan wel weer goed. Nou, we gaan het zien. We gaan nu naar mijn ouders. Sleutel? Heb ik niet. Heb je wel. Nou, gaan we nu even naar mijn ouders, die wonen hier om de hoek. Even de boks ophalen. De boks ophalen voor het feestje. En dan gaan we naar Beverwijk. Rest. Zij. Alles. Teringbank. Auw. Dit is 100% gevarieerder dan je denkt. Bas. Dat deed pijn.